Goedemiddag bij Studio Winterland. We zijn weer live vanaf Winterland. Hè. Het woord zegt het al. Ik zit hier met Lenny Vries. En Lenny, ja, ik heb zo'n fantastisch schip gezien van jou vanochtend. Dat ligt op de Buitenhavenweg. En dat is niet zomaar een schip. Het is een museumschip, kasteelschip. Wat is het, Lenny? Ja, hij zegt het heel goed. Dus, het is een museum-kasteelschip. Mijn wereld, mijn droomwereld natuurlijk. Ja. Hè? Waarom ben je begonnen om dat schip te bouwen, die droom te verwezenlijken van jou? Ja, dat moest gewoon dus. Hè. Kijk, als je als ridder, je gevoel ridder is. En moet de ridder nou een speciaal, die kan niet gewoon in het gewoon normaal huis wonen. Dus je bent middeleeuwen? Ja, ik ben een middeleeuwen en een hart en nieren dus. Hè, met, ja. De passie is heel groot. Dus, ja. Dus vandaar dus dat ik dat moest bouwen, mijn droomwereld. Je hebt een beetje, vind ik, een Vlaams accent. Ben je Vlaming of ben je wat anders? Nee, ik ben geen Vlamingen, maar ik kom graag in Vlaanderen. Ja. Dus, hè. Ja, de mentaliteit, ja, dat bevalt me heel erg. Ja, daar voel ik me heel veel thuis daar. Zo dus dan. Maar waar ben je geboren? Ik ben zelf geboren in Suriname. Oké. Okay. Ja, Paramaribo. Je ziet er niet Surinaams uit. Je bent toch een beetje een Europeër, hoor, vind ik. Ja, dat klopt ook. Gedeelte ben ik dus Europees. Ik moet zeggen, van ik ben een mix van praktisch alle continenten dus. Ja. Hè. Dus dat is dus Europees bloed. Hè. En Indiaans. Van de vroegere negerslaven dus, hè. En ja. Chinees dus ook. Dus ik zou zeggen van bijna alle continenten. Dus van mannen van alle continenten. Nou, achter mij draait de film. Dat is een reportage die ik vanochtend bij je gedraaid heb. Oh ja, jij ziet hem ook voor het eerst in je eigen hoofd. Ja, het is vreemd om dat zo te zien. Nou, deze is natuurlijk al heel snel hierheen gebracht. En vanmiddag staat hij online op Pop-Up Tube. Uiteraard popuptv.nl, daar zit Pop-Up Tube. Daar kunt u deze reportage zien waar ik een interview met Lenny gemaakt heb. Lenny, je hebt ook een vrouw leren kennen in Duitsland. Is dat je vrouw of je vriendin? Wat is het? Ja, het is meer mijn heks, hè? Je heks? Ja, ja, ja. Want vrouwen, die kan je genoeg leren kennen. Dus, hè, maar een heks, echt een goede heks, ja, dat is dan bijzonder. Dus vandaar dat het dus gelukt is. Dus nou. Ja, klikte het? Ja, dat klikte in ene. Maar dat weet je van tevoren dus dan niet. Maar dat gaat gewoon vanzelf dus. Ja. Hè? En dan weet je van... Daar hoor je bij elkaar dus. Ja. Hè? We gaan even heel diep op dat schip in. Ik vraag even aan de regie. Hoe lang hebben wij voor dit programma? Gewoon door. Oké. Okay. We gaan gewoon door, hoor ik. Tot 4 uur, nou dat is een half uur dus. Kijk, dat wou ik horen. Grote klasse. Als dat het geval is, dan wil ik heel graag met je even erover hebben. Hoe dat is begonnen. Je hebt je droom, op een gegeven moment kom je op een leeftijd. Dat je kan timmeren en dat je, ik weet dat je ook kan smeden. Hè? Je bent ook een beetje smid. Op een gegeven moment komt dat uit je handen. Hè? Wanneer is dat begonnen? Op je 16e of later? Of? Nee hoor. Kijk, dat begon al eerder dus hoor. Ja? Vertel. Ja, wat voor leeftijd? Niet het bouwen. Dus, tenminste, dus, ik was als klein jongetje al 6, 7 jaar. Nou, ik begon al met spulletjes te maken. Dus ja. Denk ik dat ik 4, 5 jaar was. Ja, dus dan nog. In Suriname. In Suriname, ja, tuurlijk. Ja. Dingen van bamboe, zeg maar wat. Ja, vlot te bouwen en zo. Hè. En dus, vandaar dus die naam Vlotburg dan. Hè. Want als kind, dan bouwde ik graag dus vlotten van bananenboomstammen. Nou ja, boomstammen, dat zijn heel zachte stammen. Ja, dus, dus vandaar dat je als kind makkelijk dus zoiets kan maken. Want een banaan is een palm, hè? Ja, niet echt een palm. Ja, het is, ja, het is,
heel erg sponsachtig dan, hè, heel zacht dus. Hè, ja. Dus als je dus met zo'n met een houwer dus, hè, en dan hak je dus in één slag hak je hem omver dan, ja. Hè. Met hoe heet dat ding? De kleewang? Nee, de een houwer noemen we dat dan, okay, hè? Ja, ja. Een houwer. Op een gegeven moment, want je bent een beetje, toch een beetje een Europeer. Ben je naar Nederland gekomen of naar welk land ben je na Suriname heen gegaan? Nou, dat gelijk Nederland dus, hè? Ja, Nederland dus. Ja, Nederland dus, hè? Ja, ja. Want ja, dat is dan je moederstaal, dus, want ja, tenminste de hoofdtaal dus, hè, van Suriname dus, hè? Ja. En, want ja, dat leer je dus op school dus natuurlijk ook en thuis natuurlijk, hè? En, ja, en dan heb je dus dan de... Nou, in het Suriname, maar dat mocht je niet spreken, dus eigenlijk dan. Hè, dat ja, ja, ja. Onder je vriendjes dan. Hè, ja, ja, ja. Dus vandaar. Papiament, dat doe je ook? Nee, het papiament is dat nee, niet. Papiament is dus weer wat anders. Je praat. Vroeger zeiden ze Neger-Engels dan. Ja. Hè, dus, okay. Ja, dan het is dus later taki-taki daarvan gemaakt. Okay, dan, hè, ja. Dat, ja. Dus vandaar. Maar dus vandaar Nederland, dus hè, ja. En zodoende ben ik dus. Als eerste land dus ja. Natuurlijk Nederland. Nou heb je die droom al gehad vanaf je zevende. Op een gegeven moment kom je toch in Nederland. Ja, je wou met dat schip gaan beginnen. Hè? Wanneer is dat? Daadwerkelijk ben je de eerste spijker in het schip gaan slaan. Ja, dat is pas veel later dus. Hè? Ja? Dat is, even kijken, 2000. 2002 dus is dat dan. Oh, dat is nog redelijk recent. Ik zou denken van, nou, je bent een man uit de 70e jaren. Misschien dat je het in 1980 gemaakt hebt, maar het is dus echt Nee, ik ben de spullen, die spullen ben ik al lang daarvoor ben ik al mee begonnen. Ja. Dus, hè. Ja, of had je hiervoor een kleiner proefschip? Nee, geen proefschip. Wel de spullen te maken, de wapens gesmeden en zo. Ja. En die spullen dus al, die maartenwerktuigen en zo. Nee, die heb ik dus ver van tevoren. Dus. En dan stelde ik de tentoon in gebouwen dus, hè. Ja. Want ik had geen geld voor het schip dus, hè. Dus nee. En dan weet ik van een keer, er komt dus een keer dat ik dus dat geld dus voor, want geen bank wil me dus geld lenen, zo daar heb ik dat geprobeerd. Ja. Maar ja, daar kreeg je nul op het request dan, ja. Hè? Ja. Dus vandaar dat ik dus, bleef tentoonstellen gewoon. Ja. En totdat het mogelijk zou zijn dus om dat te realiseren. En dan heb ik aan mijn vriendin te danken. Want zij heeft haar pensioen. Ja. Als borg gesteld bij de bank. Dus, okay. Hè, dus zodoende kon ik dit schip. Wat een dame is dat, zeg. Het is, daarom zeg ik, het is een heks die denkt verder na dan een doorsnee vrouw. Dus dan, hè. Ja. En dat is het verschil dus dan. Hè. Maar ja, het is, dat zijn dingen waar je dus een vriendschap dus. En dan weet je dus niet hoe dat zou gaan. Maar dat klikt goed bij elkaar. Ja. En zij denkt verder door. Dus ja. En toen had ik daarmee. Maar zij is ook een dame van achter de kassa. Hè? Dat zien we ook hier in de reportagefilm. Dat zij de kassa doet. Dat is een klein hokje in het schip. Ja, zij ja. Zij is de heks van de centen. Ja, van de centjes, ja precies. Want zij zelf heeft heel lang op de markt gestaan. Dus ze had een marktkraam. In Nederland? Nee, Nederland niet. Nee, dat is in Freiburg in Duitsland. Oh, ja, in dus, Freiburg, hè. 42 jaar heeft ze dus als marktkoopvrouw. Ja. Dus, hè. Die markt in Freiburg, die ken ik. Dat is een beetje... toch wel gericht op de groente daar, hè? Klopt dat? Ja, dan groente en fruit. Dus, hè? En dan had ze dus echt zo'n typisch groente en fruit stand en zo. Ja. En die mentaliteit, ja, dat vond ik wel fantastisch. Want ik heb daar zo dus mijn tentoonstelling, de museum daar gehad, hè? In Freiburg, midden in de stad, hè? Tegenover de Münster op het plein natuurlijk. En ja, en zodoende, ja, we elkaar leren kennen dus. Fantastisch. Het is natuurlijk heel belangrijk
dat er geld binnenkomt op jullie schip. En daarom meren jullie overal aan waar water is en waar je dat schip kwijt kan. En wat doe je dan technisch? Ga je bij de gemeente aankloppen van ja, hallo, hier ben ik. Laten we eens even publiciteit maken. Hoe doe je dat over het algemeen? Ja, nou, en dat is zo ongeveer zo dus. Hè, maar ik heb dus dan vrienden dus, hè, die mij dus, die dat via, met het internet beter die daarmee mee om kunnen gaan. Maar ik dan niet, ik ken het dan niet, maar die helpen mij daarin dus, hè, om die gemeentes dus dan een contact op te nemen dus en zo. En dan zo voor die publiciteit dan. Hè, en voor de rest, als ze dus eenmaal aangemeld is van kunnen we daar komen en zo. En verder van een persbericht dus uitbrengen en zo. En de rest ja, moet voor zichzelf gaan dus. In hoeveel plaatsen per jaar sta je? Dus, en ook hoe lang sta je bijvoorbeeld in Schiedam hier? In Schiedam dan blijven we tot februari dus blijven we hier. Je blijft dus echt, hè, wel enige maanden staan hier. Ja, normaal dus niet, gesproken. Niet dat je na een week weer weg bent. Ja, nee, maar normaal zijn we zo een paar weken dan, hè. 2 tot 3 weken ongeveer, hè. Ja. Maar nou, wanneer dus aan het eind van het jaar, omdat het dus, de mensen dus, vaker dus vakantie dus hebben en zo. En dat we rustige tijden dus dan krijgen en zo. Hè. En eerst wat vakantie en dan nadien januari, dat wordt wat rustiger en zo. Ja. Hè. Dus vandaar dat je dus, dat we een beetje langer dus hier zo dus dan liggen dan. Hè. Ja, nou, wat ik heel bijzonder vond, want ik ben natuurlijk vanochtend op reportage bij je geweest. Dat je op het bovendek heb jij 2 levende paarden. En ja, dat is natuurlijk dat zwarte grote paard. Hengst of merrie, wat is het? Nou, hij lijkt op een hengst, tenminste zijn allure zijn echt een hengst. Maar hij is geen hengst meer, hè? Ik heb nog nooit zo'n schattig paard gezien, ja, echt waar. Hij is grandioos, ja. Het is eenmalig zo'n paard dus. Hè. Ja, dat is nou weer ook zoiets wat naar je toe komt te zijn. Hè. Dat kom je... Dat komt één keer in je leven voort. Ja. Maar het is jouw ridderpaard, hè? Ja, het is mijn ridderpaard, ja. Dus, hè. Dus. Want wat is de fantasie in je hoofd? Ik bedoel, je bent heel de dag uitgedost in je middeleeuwse kleding. Neem ik aan. Ja, tuurlijk. Ja? Dus het gaat in het hoofd, gaat die fantasie heel de dag door. Ja, dan leef ik echt in de middeleeuwse wereld. En ik kom eigenlijk niet zo gauw van het kasteelschip af dan, hè? Ja, hier kom is eigenlijk een uitzondering dan, hè. Want altijd komt die pers naar ons toe dan, hè. Ja. En, is ook gebeurd. Ik heb het, denk ik, een aantal keer, geloof ik, 1 keer had ik dit meegemaakt. En, tenminste in de studio, dat is in België dus, hè. Ja. En is dit nou de 2e keer studio live? Ja, ik heb nog nooit verder. Echt niet? Nee, echt niet. Nou, er moeten veel meer zenders in Nederland komen bij ijsbanen, zoals Pop-Up TV dat doet hier op Winterland. Vind je niet? Ja, dat vind ik, want ik vind het heel bijzonder. Ja. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, dus ik heb nog nooit zo vaak gehoord. Ik dacht dat je dat iedere maand deed in Keulen en Nijmegen. Dat is niet zo. Nee. Ja, ik vind, dat ik hier zo, want ik was helemaal rondom aan het zoeken hier zo, maar ik heb niet nooit het idee dat het dus, dat er speciaal dus zo een glazen uitgebouwd is hier zo, en dan zo'n studiootje, dus hier bij de ijsbaan. Nou, dat is grandioos. Hoe komt het dat je Schiedam uitgekozen hebt, of heeft iemand je daartoe aangewezen, om hier naartoe te komen? Nou, eigenlijk was het de vroegere havenmeester. Ik had hem ontmoet in Volendam, daar heb ik gelegen daar, zo met het kasteelschip. Ja, ook in Volendam heb ik gelegen, hoor. Ja. En toen kwam hij met een passagiersschip daar, zo. En dan vond hij dat heel fantastisch. En toen had hij me dus uitgenodigd van je zou het naar Schiedam moeten komen. Het is een heel leuke stad en zo. Ja, dat is het ook natuurlijk. Ja, ik had... Ik,
ja, ik ben nog nooit geweest hier zo. En dat heeft wel een tijdje geduurd voordat ik hier ben gekomen. Maar ja, omdat ik dus niet in de omgeving dus hier zo ben. En omdat je dus andere richtingen allemaal neemt en zo. En de ene keer ben ik in Duitsland, in Oostenrijk was ik dan ook druk bezig ook. Ja, en toen ik dan hier zo kwam. Nou, toen was hij niet meer. En, ik weet niet waar ik hem nog kan vinden. Als ik de naam nog weet ook. Maar zodoende ben ik dus dan... In Schiedam gekomen. Eigenlijk op uitnodiging van deze havenmeester. Maar toen ik dus gevraagd had, was hij dus niet meer hier. Zo dus, laten we even over het bezoek hebben. Men kan dat schip bezoeken. Hè. Er staan allemaal mensen voor je deur. Dat is dagelijks... Van 11 tot 6, hè? Ja. Ja, en dan schoolklassen, die krijg je natuurlijk ook, hè? Ja, die krijgen we ook, ja. Wat doe je zeker. Leid jij ze rond of leid je vrouw ze rond of samen? Ja, dat laat mijn heksen, dus die maakt die samen. Oh, die maar gaat samen achter de kassa dus, zitten natuurlijk. Nee, dat gaat ze dus, want meestal is het wat vroeger dan, hè? En dan gaat ze dus een... dan gaat zij ze rondleiden dan, hè? Ja. Voor een groot gedeelte. En ik ga ze dus bij de paarden dus verder rondleiden dan. En laten zien wat die paarden dus allemaal doen en zo. Hoe het is dus, wat we met elkaar dus dan hebben dus en zo dan. En dat je dus, de contact dus en zo, hè. Ja. Wat is er, het schip is heel lang, hè. Er zijn allemaal, kamers, compartimenten in het schip. Wat is daar zoal te zien? Wat heb je allemaal gemaakt daar? Ja, dat zijn een wapenkamer natuurlijk. Hè. Ja. Met een wapenkamer denk ik aan middeleeuwen, knotsen en ballen met punten. Ja, dat soort dingen. Hellebaarden en zo. Hè. En natuurlijk een martelkamer, want dat zal niet ontbreken. Dus de middeleeuwen, dat lag ook erbij. En dan de behuizing van de middeleeuwen en zo. De werkplaatsen dus in, het huisvleit en allerlei soorten attributen, de herberg zo, en dat is de meest bijzondere dus hè. Ik vind het de leukste plek natuurlijk van het kasteelschip. Lenny, hoe kom je aan al die spullen? Want ik heb gezien vaatjes, biervaatjes, jenevervaatjes. Al die martelwerktuigen. Je hebt een fantastische martelstoel gemaakt met punten. Een soort spijkerbed op de leuning, op het zitvlak, op de zijkanten. Ja, dat hoort erbij. Maar dat is niet zomaar een stoel, dat is even... Een goed gemaakt ding, want dat heb je zelf gemaakt. Ja, maar dat moet ook goed gedaan worden. Dus, hè, dat je dus praktisch denkt van... Nou, het komt gelijk zo uit de middeleeuwen. Dus, hè. Want daar ben ik heel kritisch dus erin. Hè. Ja. Ja, dus, en hoe documenteer je dat soort dingen? Want die stoel die wij in deze reportage zien... die op Pop-Up Tube te zien is straks... dat is niet zomaar een stoel. Dan heb je echt wel een werk. Nee. Je moet dus iets gezien hebben van zo zag hij eruit. Ja, tuurlijk. Ik ga het niet zomaar maken. Dus natuurlijk dan. Hè. Dus vandaar dat ik dus... wel uit een museum en zo. Hè. Ja. En daar kom ik dus... vaker dan. Hè. Ja, dan kom je echt, ga je je documenteren. Ja, precies. En dan ook natuurlijk een... boeken natuurlijk en zo. Maar ik ben geen grote lezer dan. Hè, want ik ben een doer dan. Ja. Hè, kijken. Ja, precies. Meer kijken dus. Hè. Het moet echt de vorm en zo. Want lezen heb ik niet zo gek. Ik moet ik lees net even wat nodig is. Maar niet te veel. Dus, zo, want het is niet mijn ding dus eigenlijk. Dit, hè. Dus vandaar. En ik ga veel markten af. Hè? Ja. En vandaar dat ik dus rommelmarkten al die, en zo. Al die attributen tegenkom. Vlooienmarkten en zo. En dan heb je attributen of het gedeeltes van bepaalde items. Dan, hè? En dat ik dat uitbouw verder dan en zo. Dan, hè? Want ik denk van, van zoiets kan ik nog wat leuks maken daarvan. Ja. Dan, hè? Ja, een mooi middeleeuws iets dan. Ja. Hè? Je ziet wat en daar kan ik dat weer van maken. Zo precies. Kan. Ja. Nou heb ik, kan ik me voorstellen. Als dat museumschip klaar is, dan krijg je met instanties te maken. Want er zijn natuurlijk
mensen die zeggen van, ja, je moet een groen bordje met nooduitgang hebben. En je moet daar een brandblusser hebben. En je moet zus. Nou, lijkt me echt een man die daar in de eerste instantie problemen mee gehad hebt. Ja, dat moet je. Hoe is dat gegaan? Want zo'n schip moet gecontroleerd worden op veiligheid. Hè? Trappen, kinderscholen moeten er allemaal doorheen. Hoe ging dat? Ja, wel heel moeizaam natuurlijk. Ja, want ja, je denkt van nou, ja, voor dit klein beetje publiek tenminste, dus relatief dan. Hè. Ja. Dus, ja. Ah, schoolklas is al gauw 30 kinderen. Ja, oké. Maar ja. Maar ja, dan heb je dus niet zo'n idee. Maar dan moest je alles nog extra, speciale leuningen goed genoeg maken. Ja, dus ja. Niet zomaar een touw, dus dan niet een touwleuning of zo. Nou, dan moet je dus echt van hout dus zetten, dat is goed stevig. Dus is er zo. En nooduitgang, dus boordjes en zo. En dat soort dingen, ja, dat moest, dat moest allemaal geplaatst worden. En zei dan, braaf meneer, nou, of ik ga dat braaf voor u doen? Of heb je dat tegen geageerd? Dat je zei, het moet touw zijn, wat mij betreft. Ja, nee, dat had ik dus dan ook. Ja, en dan zeg ik van, maar waarvoor moet, dit is toch goed genoeg? Dit is een middeleeuwse, een kasteel. Het is, het is geen modern iets, dus geen high-tech. Dus zo. En de mensen die erin komen, die zorgen ervoor dat ze voorzichtig gaan lopen. Want ze zijn in een middeleeuwse wereld. Ja, het is ook een beetje donker binnen, hè? Ja, het is schemerend natuurlijk dan. Hè. Ja, ik moet dus, op bepaalde plekken moet ik ze speciale lampen. Dus, hè, dat het licht wat heller daar is bij de trappen dus en zo, hè, dat die dus veel meer verlicht worden dus en zo. Dan, hè. Ja, dat allemaal dus natuurlijk dan. Hoor. Ja. Goed, we gaan zo'n beetje afronden. Nou, we moeten naar het schip komen kijken. Je hebt een website. Hoe heet de website? www.vlotburg.nl En het schip ligt op de Buitenhavenweg tegenover de meubeltoonzalen. Ongeveer in het midden, hè? Ja, ongeveer in het midden, precies. Ja. Goed. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending met deze man. Lenny. Ridder Lenny. Lenny Vriesen. Ja. Kom zijn schippen kijken. En op de Buitenhavenweg is het. Tot de volgende keer maar weer. 11 weken lang is de pop-up studio aan de Hoogstraat verruild voor een tijdelijk onderkomen bij Winterland Schiedam. Dit is Pop-up Radio TV in Studio Winterland.